Vandaag gaan we lekker knutselen met de Louis Vuitton tas. Een tijdje geleden stuitte ik op deze TikTok. Hier wordt een oude Chanel-tas omgetoverd tot een bedazzelde hamburger. Toen ik verder ging speuren op dit account van Giving Helly, kwam ik erachter dat zij dit bij veel meer tassen heeft gedaan. Zo is ze bijvoorbeeld bezig geweest met de Dolce & Gabbana, waarin ze een Dolce & Gabbana-tas omtovert tot een Barbie-tas. Maar zo heeft ze bijvoorbeeld ook van een Yves Saint Laurent-tas een soort van ijskoekje gemaakt. Maar ook heeft ze een Fendi bag omgetoverd in sushi. En toen ik weer even lekker insmeren. Dan leg ik natuurlijk mijn afbeelding met de goede kant naar beneden. En dan pak ik even een geodriehoek of een pasje of iets. En dan ga ik het helemaal erop glad strijken. Zodat het echt helemaal goed aan het nepkleer vast blijft zitten. Belangrijk is natuurlijk weer dat je het even goed laat opdrogen. Nu ons velletje weer helemaal is opgedroogd, kunnen we het natuurlijk onder de kraan weer gaan afspoelen. En als het goed is, komt dan langzaam onze afbeelding tevoorschijn. Eerst het papiertje weer helemaal lekker nat maken. Dan zie je ook weer een beetje waar de afbeeldingen zitten. Dan ga ik gewoon heel langzaam met mijn vinger wrijven. En je voelt dan eigenlijk papier. Oh, ja, dit is weer goed gelukt, mensen. Vet dat dat dus ook hierop kan. Zie je? Nou, je kan het nog niet echt heel goed zien, maar daar is die! Onze Nokia-telefoon! Wat vet is dit, hè? Dit werkt echt super goed. Kijk nou, alle afbeeldingen komen gewoon weer tevoorschijn. Dit ziet er echt oprecht beter uit dan dat ik gehoopt had. Nu we de afbeeldingen op de stof hebben gedrukt, kunnen we natuurlijk de afbeeldingen uitknippen. De afbeeldingen zijn iets kleiner uitgevallen dan originele grootte, maar ik vind eigenlijk wel heel erg leuk daardoor. Wordt iets meer een soort van poppentasje. Ik ga mijn ontwerpjes heel even met een klein stukje tape op mijn tasje plakken om te kijken waar ik precies wil dat ze gaan komen. En of het er natuurlijk leuk uitziet. Dus ik pak gewoon eventjes tape. Maak ik heel even een rolletje van. Plak ik hem op mijn Nokia. En dan even kijken natuurlijk waar ik hem wil hebben. Oh my god, dit wordt zo leuk. Kijk, dit is zo leuk. Dit wordt een beetje het idee. Maar dan natuurlijk helemaal volledig in de bling. I love my tamponnetje. Ja, ik denk dat dit echt heel fun is als je dit dan zo hebt. Nu we de hele basis voor de tas hebben, is de tijd dan echt aangebroken dat we gaan bedazzelen. De vraag is natuurlijk al de hele tijd, what's in my Louis Vuitton bag? Nou, dat zal ik eens even laten zien. Want wat ik hier eigenlijk de hele tijd al in heb zitten, is een enorm bedazzelpakket. Ik heb allemaal fantastische strassteentjes in verschillende maatjes en verschillende kleurtjes. Kijk, ook wat extra roze. Een beetje doorzichtig kleurtje. Ook wat grotere. Andere vormpjes. Ik heb als het goed is genoeg plaksteentjes om dus mijn hele tas te gaan versieren. Daarbij heb ik ook een speciale bedazzelpen aangeschaft. Kijk, daar zit dus een soort van rubber tuutje op. En daarmee kan je als het goed is makkelijk
makkelijk die steentjes oppikken en op je tas plakken. En ik heb speciale lijm aangeschaft die bij deze strassteentjes hoort. Als het goed is, is dit dus de perfecte lijm om dit mee te doen. Want er zit hier dus een mini naaldje op. En daarmee kan je dus heel precies lijmen. Zoals je ziet ben ik goed voorbereid. Dus ik denk dat we gaan beginnen met de eerste bedazzle actie. En dat is de Nokia telefoon. Dus ik pak even mijn telefoontje erbij. Plak ik op tafel. En dan ga ik even steentjes uitzoeken. Ik heb nog geen idee hoeveel werk dit nou uiteindelijk gaat zijn. Of hoeveel uur ik alleen al bezig ga zijn met dit telefoontje bedazzelen. Maar ik heb wel een lekkere modus voor mezelf gevonden. Ik zet gewoon de steentjes die ik ga gebruiken allemaal voor mijn neus. En ik doe per stukje een klein beetje lijm op mijn telefoontje. En ik begin gewoon rustig met de details. En uiteindelijk ga ik het hele grote roze vlak nog invullen. Maar al met al ben ik hier zeker wel een aantal uur zoet mee. Dus het is een goed idee om ondertussen lekker een luisterboekje aan te zetten. En gewoon helemaal in de zen-modus te gaan met het bedazzelen. Ik ben trouwens ook echt heel erg te spreken over deze lijm. Dit is echt toplijm. Want hij droogt redelijk snel op. Dus je moet elke keer kleine stukjes doen. Maar doordat hij redelijk snel opdroogt, blijven de steentjes ook meteen echt heel goed plakken. Dus je ziet niet daarna nog met allemaal steentjes een beetje te schuiven en zo. Dus dat is echt heel fijn. En ik ben ook enorm fan van deze pen. Dit is ook een toppertje. Want de steentjes blijven er gewoon meteen aan plakken. En je kan het gewoon ook met deze kant, met dat naaldje, je kan het heel fijn recht leggen. Ik denk dat jullie inmiddels wel een klein beetje een beeld hebben over hoe lang ik hier daadwerkelijk mee bezig ben. Want het ziet er natuurlijk uit voor jullie alsof dit razend snel gaat. Maar ja, dit is dus de werkelijke snelheid. Ja, en als je het dan in één keer weer versneld afspeelt, ja, dan ziet het me er toch lekker satisfying uit. Maar ja, dat is in de werkelijkheid gewoon niet. Nee, het is gewoon urenlang steentjes plakken achter elkaar. Dik 2 uur verder en we hebben een telefoon. Kijk nou. Oh my god, ja, die glitters jongens. Ik vind het ook een leuk detail dat ik het opneemknopje en het ophangknopje heb ik ook andere steentjes gegeven. Dus die zijn ook nog steeds heel zichtbaar. Ja, je ziet het er niet aan af dat ik hier zo lang over gedaan heb, hè? Maar het is dus echt wel heel erg veel werk. Maar het wordt wel echt heel erg vet. Dus ik ga gewoon, denk ik, weer lekker verder met het volgende attribuut. Ik denk dat ik mijn tamponnetje ga doen. Die is natuurlijk ook heel cute. Tjoe! Oh. Oh, hebben jullie trouwens al gezien wie er op mijn shirt staat? Ik dacht, ik doe even helemaal early 2000 fashion aan. Oh, ik moet weer niezen. Ik heb dit shirt bij de Kringloop gekocht. Maar ik was helemaal ervan overtuigd dat dit een shirt is van Britney Spears. Maar toen zat ik nog eens even goed naar dat gezicht te kijken. En toen dacht ik, volgens mij is dit een gesmolten Britney Spears. Volgens mij is dit heel Britney niet. It's not the Britney bitch. Ofwel, ik weet het niet. Ik vond zeg maar de pose, vond ik wel echt helemaal Britney. Waanzinnig natuurlijk, ook met strassteentjes. Dus daarom dacht ik ook helemaal in thema. Maar ik weet dus niet of dit wel Britney is. Ik heb even jullie eerlijke mening nodig. Als je denkt dat het Britney is, zet het dan even in de comments. Wat ik wel weet, is dat ik op dit moment een tampon ga bedazzelen. Doe lekker mee thuis. Ik ben benieuwd hoeveel uur ik weer met mijn tampon bezig ben. Maar we gaan ervoor. Let's go. Nou, en daar is mijn bedazzelde tamponnetje hoor, jongens. Deze vind ik wel echt heel grappig. Dit wordt wel echt het pronkstukje hoor, van mijn tas. Zoals je ziet zit ik hier heerlijk in mijn bubbeltje te bedazzelen. Maar inmiddels heb ik al uren aan beeldmateriaal. Dus ik denk dat jullie wel snappen wat de bedoeling is. Ik ga denk ik zo lekker mijn pinpas bedazzelen. En ik kom weer bij je terug als ik die af heb. Nou, daar waren we weer hoor, lieve mensen. We zijn even een paar dagen verder. Maar ik heb een bedazzelde pinpas. En een bedazzeld pakje peuken. Kijk, ze is shine. Het is jammer dat je dit niet op je echte pinpas kan doen. Want anders kan je natuurlijk nergens meer mee betalen. Het schiet dus al enorm op met het bedazzelen. Dus nu zijn we eigenlijk aangekomen bij de laatste twee props die we nog moeten bedazzelen. Namelijk mijn zonnebril en mijn lippenstiftje. Dus ik ben er weer helemaal ready voor. Ik denk dat ik ga beginnen met mijn lippenstift. Dus kom er lekker bij en kijk lekker mee. Zo'n klein vormpje als deze lippenstift, die is heerlijk om te bedazzelen. Want dit duurt gelukkig niet 100 jaar. En het is altijd leuk als je met verschillende kleuren kan werken in één onderwerp. Nou, de bovenkant maak ik natuurlijk heerlijk lekker een beetje roze-roodachtig. En dan de onderkant van de lippenstift alsof het eigenlijk een soort van MAC lippenstift is. Dus de onderkant wordt mooi zwart en het middelste gedeelte natuurlijk een beetje zilver. Ja, en als ik dan zo weer lekker een uurtje ben bezig geweest, dan heb ik in één keer weer een bedazzelde lippenstift. Cute, hè? Kan ik zo even mijn lippenstiften. Ja, heel cute. Nou, deze ging eigenlijk vrij vlot. Ik heb de smaak weer lekker te pakken. Dus ik denk dat ik toe ben aan eigenlijk, ja, toch wel een van de grootste onderdelen van mijn tas. Mijn zonnebrilletje. Ja, toch blijft het er wel heel erg lekker satisfying uitzien als je het dan in een video versneld voorbij spoelt. Want dan lijkt het gewoon alsof je dit echt in een mum van tijd helemaal bedazzeld hebt. Maar ja, jullie weten het inmiddels. Kijk maar. Dit is de werkelijke snelheid. Het is vreselijk.
Het duurt uren. Ja, ik doe hier toch zeker... Nou, je zou het bijna willen timen hoeveel seconden ik wel niet bezig ben met één steentje. Maar ja, dan spoel je het weer even lekker door. En kijk, wat een heerlijke beelden. Ja, je krijgt toch helemaal zin van om zelf lekker te gaan bedazzelen. Nou moet ik ook wel zeggen dat het eigenlijk lekkerder is om te doen... dan dat het er zo sloom uitziet. Want het is gewoon heel erg mindful. Het is echt een heerlijk zen-klusje. Ik ben helemaal in mijn element. Ja, je ziet het misschien niet, maar het is echt een heerlijk werkje om te doen. Het brilletje is ook bedazzeld. Staat hij niet enig? Ik ben er uren mee bezig geweest, maar ik ben zeer te spreken over het resultaat. Dit is toch fantastisch? Hoe leuk zou dit ook zijn bijvoorbeeld op een spijkerjas, weet je wel? Dit soort dingetjes. Dat is toch hartstikke leuk ook als een soort van broche of zo? Of gewoon dit op de achterkant van je telefoonhoesje. Het ziet er toch ook heel leuk uit? Misschien ga ik dat ook weer nog wel maken. Los van dat het enig staat op allemaal andere dingen, had ik ze natuurlijk bedacht voor op mijn tas. En ik denk dat ik ze er gewoon op ga lijmen met dezelfde lijm als waar ik bedazzeld heb. Want dit is eigenlijk best wel goede lijm. Om het eindresultaat nog een klein beetje spannend te houden, ga ik het erop plakken en laat ik jullie het eindresultaat zien. Zijn jullie klaar voor het eindresultaat? In 3, 2, 1. Rapapa! Kijk, het is even een partijtje shine, mensen. Oh, wat is dit vet geworden, hé. Ik zie mezelf al helemaal lopen, hoor. Ja, dit is toch heel funny. Helemaal enig. Ik zie mezelf al helemaal zo in een koffietentje me op tafel zetten. Ik hoop dat ik jullie ook weer enorm geïnspireerd heb om lekker aan de gang te gaan met een oude tas. Of wellicht wel met een spijkerjasje of iets anders leuks. Als jullie het nou ook heel erg leuk vonden, like deze video dan natuurlijk even. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. En volgende week ben ik er natuurlijk gewoon weer.